Welkom, vrijdagmiddag, weer de laatste vrijdag van de maand. Welkom bij een nieuwe uitzending van Parkinson TV. Vandaag gaan we praten over emotie en Parkinson. Een heel onzichtbaar verschijnsel, maar misschien juist bij Parkinson, door het maskergelaat soms ook juist wel zichtbaar, maar op een hele andere manier. We gaan het hebben over hoe emotie beïnvloed wordt door Parkinson, maar we gaan het ook hebben over wat doet nou de diagnose Parkinson en het leven met Parkinson met emoties. We hebben weer drie gasten in de studio. Allereerst rechts van mij Geert Verouden. Jij hebt inmiddels 5 jaar geleden de diagnose Parkinson gekregen. En jij gaat met ons delen wat dat met jou heeft gedaan, emotioneel gezien. En ook hoe jij daarmee omgaat in jouw dagelijks leven. Links van mij zit Beb Kares. Jouw man Hans heeft al ruim 20 jaar de diagnose ziekte van Parkinson. Een ingewikkelde weg hebben jullie met elkaar afgelegd. Nog steeds, hè, zei je van tevoren. Ja. Jij gaat dat met ons delen, ook voor andere partners en de omgeving. Wat dat voor jullie heeft betekend. Fijn dat je er bent. En Annelien Duits, klinisch neuropsycholoog in Maastricht. Fijn dat jij hier bent om je expertise te delen. Jij gaat ons ook meenemen in hoe kan het nou dat Parkinson ook iets doet met emoties. En ook vanuit jouw klinische praktijk zul jij je ervaring delen. Fijn dat jullie er alle drie zijn. Mocht u thuis nou dingen herkennen van wat we bespreken of vragen hebben naar aanleiding van wat Geert, Beb of Annelien vertellen, dan kunt u direct reageren via de website op www.parkinsontv.nl. Kunt u uw vraag of uw reactie insturen en die komen dan hier bij ons binnen en die zullen we dan hier dan ook bespreken. Dus doe dat vooral en fijn om dan ook weer de dingen met elkaar te kunnen delen. We gaan met elkaar in gesprek. Geert, ik wou bij jou beginnen. Ik zei net al in de introductie, 5 jaar geleden heb jij de diagnose Parkinson gekregen. Kan je vertellen hoe dat ging toen? Ja, dat was op zich wel vreemd, want uiteindelijk heb ik het al een aantal jaren van tevoren. Alleen, je weet het niet. Je hebt wat, je bent zoekend. Ik merkte in ieder geval wel achteraf gezien het gedrag wat ik achteraf kon plaatsen, maar toen ik het had niet. Pijn in mijn schouder, pijn in mijn arm. Mijn arm die nu niet meer goed mee bewoog. Dus daar ga je voor naar de therapeut. Ik merkte inderdaad onrust bij slapen. Het leek wel een soort vorm van overspannenheid, maar dat was het niet, want zo voelde het niet, maar daar leek het op. En ik merkte ook de snelheid van denken, dat het wordt anders. En ik merkte ook dat mijn emoties anders werden, maar ja, die link werd niet gelegd naar Parkinson. Dus op een gegeven moment heb ik het toch met de huisarts over gehad van god, ik markeer links en rechts wat, maar ik wil het nou zeker weten. Dus die stuurde me door naar een neuroloog. En het opvallende vind ik inderdaad wel dat als je naar een neuroloog gaat, je fietst daar naartoe. Zo van, god, ik heb een gesprek en dan zullen er wel wat onderzoeken volgen misschien. En dan komt er nog een keer een moment voor dat je een afspraak maakt voor een diagnose. Maar het gesprek en een klein onderzoekje en een diagnose was eigenlijk meteen in één. En zonder dat er iemand bij is, krijg je dus na een kwartier, 20 minuten, een half uur, krijg je dus ook meteen een voorlopige diagnose. Dus jij fietste naar het ziekenhuis toe in de veronderstelling, ja. Ik heb een gesprekje met een neuroloog. Ja, klopt. En je fietste naar huis en je had Parkinson. Ja, diep in tranen met van, god, jongens, ja, ik heb Parkinson met alle rare beelden van die natuurlijk, hè, die in je opkomt. Ja, en je zegt gelijk eigenlijk al diep in tranen, zeg je. Ja. Wat deed dat op dat moment met jou? Ja, het krijg je allerhande beelden krijgt het op. Ja, zoals eigenlijk altijd als je hele vreselijke boodschappen krijgt, geldt het ook met dit. Alles wat je hebt over je gezondheid en het is een vreselijke boodschap. Dus je slaan ze figuurlijk letterlijk figuurlijk in je gezicht, dus je dreunt nog na. En de arts die geeft wel uitleg wat je uiteraard doet, maar je bent alleen en je hoort maar de helft. Je was ook alleen? Ik was ook alleen, hè, want ja, je weet niet dat je meteen kort nadien een diagnose krijgt. Hè. Dus het advies zou voor mij ook altijd zijn van, god, geef aan, van je neemt ook bij het eerste gesprek, de kans bestaat dat er voorlopige diagnose komt, dus neem altijd iemand mee. Want ik was er nu alleen, en dat hoor ik van meer mensen in mijn omgeving die Parkinson hebben, dat ze daar alleen zijn. En denk ik, god, dat moet je eigenlijk niet doen, jongens. Maar het verhaal hoor ik dus alleen. En je krijgt allerhande, omdat je Parkinson niet kent, krijg je allerhande rare ideeën. Want hetgene wat je kent zijn de mensen die heel ver in de ziekte zijn. En dan zie je dus mensen met heel moeilijk lopen of heel erg in verpleeghuis zitten of misschien wel dement zijn. En dat is het beeld wat je dan meteen hebt van, oeh jongens, dat heb ik dus morgen. Ja, dus met dat beeld fiets je naar huis toe. Ja, en je schetst gelijk, oh dat heb ik dus morgen. En ja. Die hele nuance, die ontbreekt dan compleet dat eigenlijk. Dat klopt, hè, want je kunt niet meer rustig nadenken. Nee. Door die dreun heb je je flits van links naar rechts, hè, van oh wat erger, ik heb nu nog niks, maar morgen kan ik het hebben.
En overmorgen ben ik dement en dat soort gevoelens komen meteen boven. Ja, je benoemt al heel veel emoties, hè, die daarbij kwamen kijken als een stukje angst voor de toekomst. Ja. Maar ook verdriet en onwetendheid. Ja, en onwetendheid, hè, dat maakt ook dat je in de beginfase, als je dat dus hoort, dan ga je als een wilde, tenminste voor mij wel, en ik hoor het ook bij anderen, je gaat als een wilde zoeken van wat heb ik nu? Want ja, internet heb je dan tegenwoordig, dus je gaat allemaal zoeken van ja, wat staat er, wat is het? En je wilt ook meteen weten, wat kan ik doen? Ja. Want ja, ik ben dan toch iemand, ik denk dat geldt voor veel mensen, van ja, ik laat me niet alleen maar door een arts of wie dan ook leiden wat het kan zijn. Je arts doet ongetwijfeld zijn best en de medicatie doet ongetwijfeld zijn best, maar wat kan ik zelf nog doen? Ja. Dus je gaat zoeken van wat kan ik, hè? Moet ik ja, in de lucht springen? Moet ik, bedenk het maar. Hè? Noem de meest gekke dingen en je had het gedaan. Je had het gedaan, want iedereen die ziek is gaat van alles doen natuurlijk. Ja, nou ik denk dat het heel mooi is wat jij schetst. Je wil eigenlijk op zoek naar wat kan je daar zelf aan doen. In het kader van emotie komen we straks ook even bij jou op terug, hoe je dat ook vormgeeft. Ja. Beb, ik vertelde al, jouw man Hans heeft Parkinson. Op een zeker moment hebben jullie ook die diagnose te horen gekregen. Hoe was dat voor hem en voor jou? Ja, moeilijk natuurlijk, maar er zat ook een periode aan vooraf. Dat is ongeveer 2 jaar gedokterd, ook met de eerste verschijnselen. Dat begon bij Hans met zijn duim, een tremor in de duim. De gedachten waren op een gegeven moment, toen Hans naar het regionale ziekenhuis ging, misschien wel Parkinson of iets in die zin, maar er werd heel voorzichtig uitgesproken door ons, maar er werd ons gezegd, nee, hoef je er niet aan te denken, je bent veel te jong, Hans was toen 39. Symptomen waren nog niet zo erg aanwezig, nee, dat is het niet, maar er werd steeds van alles onderzocht, kwam steeds niks uit. Hans was dat op een gegeven moment helemaal moe en is even gestopt met naar het ziekenhuis lopen. En toen hebben we het er samen over gehad om naar een academisch ziekenhuis te gaan. We zijn naar Maastricht gegaan. En toen was het ook bij het eerste consult al voor 99,9% waarschijnlijk Parkinson. Yeah. En dat komt binnen. Dat komt heel hard binnen. Alleen het grote verschil bij mij was dat het binnenkwam. Het was niet dat wij meteen in tranen waren. Wij waren er eigenlijk denk ik heel stil van, ook op weg naar huis. En het grote verschil tussen Hans en mij was... dat het bij mij binnen is gekomen als zijnde Hans heeft Parkinson, maar bij Hans dus niet. Hans heeft nog jaren gezegd tegen iedereen, ze denken dat ik Parkinson heb. Ze denken dat ik Parkinson heb, maar hij dacht, hoopte op iets anders. Dus hij wilde gewoon alle andere dingen gaan uitsluiten. Dus ook met de dokters over gepraat en andere disciplines van, zou het nog iets anders kunnen zijn? De ziekte van Lyme werd bijvoorbeeld genoemd. Nou, daar zou je een onderzoek op kunnen doen. Er is een bloedonderzoek in Amerika geweest. We zijn in München geweest om de ziekte van Lyme uit te sluiten. Mocht het die zijn geweest, dat zijn geweest, dan zouden de symptomen niet verder doorgaan. Toenemen. En dan zou het dus geen Parkinson zijn. Ja, dat is een van de hele vele onderzoeken die hij heeft gedaan. En hij bleef steeds maar hopen. Dus het was vechten, maar ook heel erg hopen dat het maar geen Parkinson zou zijn. Ja. Maar dan heb je dubbel zwaar. Ja, maar zo beleefde hij dat toen niet. Nee. En ik toen ook nog niet. Voor mij was het eigenlijk wel duidelijk, maar ik kon wel begrijpen dat Hans alles aangreep om uit te sluiten dat het geen Parkinson zou zijn. Maar als ik goed begrijp, dan zaten jullie eigenlijk best op een hele andere lijn. Want jij zegt, ik nam op dat moment gewoon aan, Hans heeft Parkinson. Terwijl je zegt, hij deed dat eigenlijk op een hele andere manier. Hoe was dat samen? Ja, dat was moeilijk. Want het is gewoon belangrijk om die dingen samen te bespreken. En als je dan niet op één lijn zit, dan botst het vaak. Dan heb je confrontaties. Ik heb hem daar in het begin wel, of eigenlijk nog wel, maar ik heb hem wel steeds gelaten in wat hij wilde. En ik had er ook begrip voor. Ik snap ook dat hij wilde gewoon alles uithalen. Dat doet hij nog. Als er ergens iets leest... over de nieuwe ontwikkelingen. Hij grijpt alles aan. Hij gaat ook springen, net als Geert zei. Ja, als hij, dat grijpt, nodig hij is. Grijpt nog steeds, na die 20 jaar, hij grijpt nog alles aan. En hij zegt steeds, als het maar een beetje is wat mij helpt, waar ik meer energie door krijg, waar ik me beter door voel, dan doe ik dat. Dus dat deed hij toen ook. Alleen zat hij echt nog in de ontkenningsfase. En daar zat ik dus niet in. Voor mij was dat duidelijk. En hoe was dat emotioneel voor jou? Ik denk... moeilijk in die zin, maar ik ben er gewoon stil van geworden. Ik heb dat heel, heel weinig geuit eigenlijk nog in het begin. Misschien wel bij
een zus of bij een goede vriendin dat ik dat heb geuit. We zaten nog volop in het leven, kleine kinderen, ook moeilijk, want ja, dat was ook een reactie van Hans, is ook heel belangrijk om te benoemen. Hij had meteen zoiets van, ik heb het niet en als ik het heb, ik wil niet dat de Parkinson ons leven gaat beheersen en ik wil... dat de kinderen een papa hebben die alles met hun kan doen. Want hoe oud waren jullie kinderen? Moet ik heel even terugtellen. Ja, heel klein. Hans is, kijk, die zijn nou 27 en 25. Dus 7 en 5? Ja. Och, 7 en 5, heel klein. Hij zei, ik wil dat ze alles kunnen doen met hun papa. En niet dat ze straks moeten zeggen van, ja, dat ging niet, want onze papa was ziek en onze papa had Parkinson. Hij zei ook heel sterk, ik wil gewoon Hans zijn en ik wil geen Parkinson-patiënt zijn. Ja. En ik wil niet dat ze straks zeggen van, oh kijk hoe hij daar loopt. Hè? En hij noemde zelfs, als ik straks de kinderen moet gaan halen, als ze op stap zijn geweest, dan wil ik gewoon Hans zijn. En dan wil ik niet dat daar een papa komt die gebreken heeft. En daar zat Hans dus heel erg mee. En ik snapte hem, maar ik was op dat moment, ik denk misschien meer in de sterke modus. Niet heel veel uiting geven aan mijn gevoel. Nee. Want nee. Je hebt een partner die ziek is. Ja. En ik heb ook heel lang gevoeld of mijn emoties niet getoond en niet echt uitgesproken. Omdat ik voelde dat ik geen recht van spreken had. Ja. Hans was ziek, is ziek. En wie ben ik om dan iets te zeggen? Zeker omdat Hans van begin af aan zo positief was en nog steeds is. Ja. Mag ik dan zeggen waar ik last van heb? Dat vond ik helemaal niet, vind ik nog af en toe niet. Ja, nou het raakt me heel erg wat je zegt, want ik kan me inderdaad aan de ene kant alles bij voorstellen. Aan de andere kant weten we ook welke weg je vervolgens af moest leggen. En we komen straks er even op terug hoe je toch op een bepaalde manier daar hulp en begeleiding bij hebt gezocht. Mm-hmm. Ik kijk heel even naast jou, Annelien. We hebben al zo wat verhalen gehoord nu over wat die diagnose Parkinson kan doen. Jij begeleidt ook veel mensen. Wat zie jij voornamelijk terug of wat herken jij uit deze verhalen? Ik herken beide verhalen wel. Met Geert's verhaal te beginnen dat mensen soms toch echt wel overrompeld worden met de diagnose. En dus inderdaad dan ook alleen zijn en naar huis gaan en dan met die diagnose zitten. Vaak ook al een medicijnadvies. Ook wel mensen gesproken die zoiets hadden van ja, maar... Ik ben toch niet ziek, ik hoef helemaal geen medicatie. En dat gaf dan toch soms wat strubbeling in de relatie met de arts, die natuurlijk toch graag had dat men zou starten met de medicatie. Maar dat dan toch enig verzet was, omdat ze natuurlijk nog even niet het idee hebben dat er een ziekte is en dat er medicatie nodig is. En de ontkenning heb ik ook wel gezien. We hebben in Maastricht in het kader van een stukje evaluatie van de patiëntzorg mensen gesproken rondom de diagnose. En dat viel mij op dat ze eigenlijk nagenoeg allemaal hebben geprobeerd om dat op een of andere manier toch ook te ontkennen. Hè? Want Hans wist natuurlijk ergens wel beter. Mm-hmm. Hoopte nog dat het een van de andere dingen waren die op te lossen waren op dat moment. Ja, is het ontkenning? Is het ongeloof? Tijdens. Kennelijk heb je tijd nodig om dat toch even te laten indalen. En dat kan natuurlijk in de behandeling soms voor wat weerstand zorgen, dat mensen dan toch nog niet zo makkelijk starten met medicatie. Ja. En ik dan nu vaak zeg van ja, laat dat dan ook nog maar even. Ja. Het heeft tijd nodig om te landen, om het maar zo te zeggen. Nou, want dat verschilt natuurlijk ook. Gisteren sprak ik iemand en die zei van ja, ik wist op een gegeven moment dat er iets was. Er waren 4 keuzes wat het kon zijn. En toen werd het Parkinson. Dat is een hele andere aanvliegroute eigenlijk dan wat jij schetst. Je ging voor een gesprekje naar de neuroloog. Je had eigenlijk nog geen idee en komt thuis met de diagnose Parkinson. Ja, ja. Dat is nogal anders om dat ook te verwerken en om inderdaad ook open te staan voor therapieën of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat het wel eventjes tijd kost, zeg maar, hè, wat je ook zegt. Ja. Maar soms hebben mensen al lang gezocht en kunnen dan ook weer blij zijn dat er iets gevonden is. Omdat ze toch altijd hadden, ja, maar er is iets. Ja. En dan wordt er niks gevonden, maar niemand kan er de vinger op leggen. Maar hebben toch zelfs zoiets van, maar toch klopt het niet. Ja. En dan is er een soort van, je kan er ook alweer een soort opluchting zijn. En dan komt natuurlijk later het besef, ja, wat houdt die ziekte in met de gevoelens die daarbij horen. Dat herken ik wel, hoor, want het gevoel dat ik wat mankeerde, dat had ik al een aantal jaren. Ja. Alleen, je kunt er inderdaad de vinger niet op leggen. Je bespreekt het wel met de arts, maar... Het lijkt ook allemaal zo klein, zo niet aantastbaar. Hè?
Door het feit dat je arm niet meer meelegen gaat, dan heb je iets van, ja, ik zal wel een keer een flinke kreust hebben. En het feit dat ik niet slaap, ja, het zal toch wel een keer wat een ander probleem zijn of zo. Het zal wel een ouderdom liggen of zo. Je kan het allemaal zitten bedenken. Mm-hmm. En al die kleine dingetjes samen zijn dan opeens heel groot. En die geeft ook wel een stuk oplichting. Dus mm-hmm. dat klopt inderdaad ook alweer, dat een stuk oplichting geeft. En zegt van, god, het is nu wel helder wat het is. Ja. Dus je kunt gaan zoeken wat het is. Ja, die opluchting, daar schetst Bas zo ook wat over in de vlog. Gaan we zo naar kijken. Maar ik heb inmiddels ook gezien dat Joost heeft gereageerd via de website. We gaan er straks misschien nog wat dieper op in, maar ik vind het wel leuk om dat even te benoemen. Hij zegt, sinds 2 jaar heb ik Parkinson. Van nature heb ik een redelijk kort lontje, maar dat is eigenlijk nog korter geworden. Komt dat door Parkinson of kan dat ook door de medicatie komen? Kan je daar kort iets over zeggen? Kan een lontje korter worden door Parkinson? Of ik heb daar zelf wel een voorbeeld bij. Althans voor mezelf. Ik ben nogal, over het algemeen ben ik nogal rustig en kalm. Tenminste al tientallen jaren geweest. Dat denk ik dat ik nog ben, maar ik ben wel korter met mijn lontjes, ik ben wat sneller boos. En ik moest daar vooral aan wennen dat ik niet boos ben dat mijn vrouw als iets niet lukt. Dus dat probeer ik wel af te remmen, want het heeft nergens voor nodig. Maar ik merk bij spreken, als ik een knoopje aan wil doen en het werkt niet, heb je van, word je hartstikke boos eventjes. Dat zijn momenten dat je even wilt ontploffen, alleen het helpt niet, want het knoopje blijft net zo los. Maar ik herken wel dat je heel snel je emotie, ook je boosheid, kun je heel snel hebben. Maar die kun je ook weer rationaliseren door te zeggen, maar wacht even jongens, maar wat heeft het nou voor zin? Ja, we komen straks nog wat langer terug op de vraag van Joost over wat die Parkinson doet. Maar kort Annelien, kan Parkinson iets doen met wat sneller boos, geïrriteerd? Ja, dat kan en ook medicatie. Het zou dus beide kunnen. Okay. En dat moet je dan goed gaan uitvragen. Van is dat bijvoorbeeld erg worden na start of ophogen van medicatie? Het is natuurlijk in brede zin zo ook van, nou, je hebt te maken met een ziekte die frustreert. Ja. En keer op keer frustreert, nou dan verlies je op een gegeven moment toch wel een keer geduld. Hè? Dus als dat altijd vanzelf ging en nu je met zoveel dingen merkt dat dingen moeizamer gaan. Plus dat bij veel ziekten in de hersenen, hè, dat kan een lichte beroerte zijn, het kan een ongeluk zijn. Zien we al dat die prikkelbaarheid kan toenemen. Ja. Dus dat zou het ook kunnen zijn. Na zo meteen de vlog van Bas praten we daar nog even over door. Heb je ook wat aanvullend materiaal waar we naar gaan kijken? We gaan eerst heel even naar de vlog van Bas kijken. Emoties en de ziekte van Parkinson zijn wat mij betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het begint natuurlijk al met het moment dat je als persoon de diagnose te horen krijgt. En dat betreft natuurlijk ook je partner, de kinderen, je familie, je vrienden. Een emotioneel moment met zorgen over de toekomst. In het nieuwe boek De Parkinson-pandemie, die u via deze website kunt bestellen, beschrijf ik ook een familie die, toen ze van mij de diagnose te horen kregen, begonnen te huilen. En ik dacht, dat is van verdriet en zorg. Maar het gekke was dat ze huilden van blijdschap, omdat ze zich al jaren ongerust maakten, wisten dat er iets niet in de haak was. En toen ze van mij de diagnose kregen, was dat gek genoeg ook een opluchting, ook een emotie. Omdat ze nu wisten wat de aard van het beestje was. En ik zeg vaak tegen mijn patiënten, als je weet wat de aard van het beestje is, dan kun je ermee gaan knokken. Maar ook in het beloop van Parkinson blijven emoties een grote rol spelen. Door het tekort aan dopamine kunnen bijvoorbeeld depressies optreden, meer angsten, die vaak ook met dopaminerge medicatie op zijn minst voor een deel kunnen verbeteren. Ook psychosociale zorg, een neuropsycholoog, kunnen daarbij natuurlijk een belangrijke rol spelen. En je ziet dat een deel van de mensen emotioneler wordt, dat wil zeggen wat labieler, gemakkelijker in tranen als je iets verdrietigs meemaakt. Soms ook wat uitbundiger lachen op het moment dat je wat vrolijks meemaakt. Emotionele labiliteit noemen we dat. Dat is bij mensen met Parkinsonisme vaak nog wat meer uitgesproken, maar het kan zeker ook bij Parkinson voorkomen. Kortom, emoties en Parkinson gaan eigenlijk hand in hand. Het is goed om je daar bewust van te zijn. Het is zeker met een teambenadering voor een deel te bestrijden. En het is in ieder geval essentieel om het bespreekbaar te maken. Een onderdeel van Parkinson dat we met z'n allen niet moeten vergeten. Nou Bas, wat enerzijds al mooi samen wat we hier net een beetje hebben besproken. Aan de andere kant ligt hij ook wat toe over welke rol Parkinson kan spelen. Annelien, kun je daar nog ons iets verder in meenemen? In hoeverre Parkinson die emoties kan beïnvloeden? Wat gebeurt er?
Nou, we zien hier al een plaatje van het brein. Hè. De emoties, de gemoedstoestand, zou je kunnen zeggen, dat kunnen we terugvoeren in het brein. In het, we noemen dat limbisch systeem. Dus het zijn een aantal gebieden in de hersenen die hier even globaal met blauw zijn aangegeven. En kunnen we even naar het volgende plaatje gaan. En daar zien we, ja, dat is een heel ander, zien we een ander heleboel? Soort plaatje. Zien we een heleboel. Maar ik denk dat dat ook een beetje de lading dekt. Want er zijn verschillende gebieden, diverse verschillende gebieden betrokken bij de emoties in het brein. En nou, je ziet hier verschillende namen staan. Dat zal ik niet allemaal toelichten. Maar wat denk ik belangrijk is, dat, dat zeg maar die, meer die bovenlaag die we zien, dat zijn onze grote hersenen, de cortex, hè, wat hier ook op de plaatje staat. Dat zou je kunnen zeggen, dat is meer de cognitie, de denkfuncties zitten daar ook. En die reguleren die emoties. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is. En met reguleren bedoel je die, die controleren dat of die hebben dat onder controle, ja, zeg maar. En dan misschien in het geval van Parkinson wat minder, waardoor je dus wat makkelijker kunt gaan huilen en wat makkelijker ook misschien sneller lacht of wat harder lacht. En belangrijk is ook dat natuurlijk deze gebieden, die communiceren natuurlijk allemaal met elkaar. En dan hebben we natuurlijk weer de stoffen in de hersenen, de neurotransmitters heet dat dan. Adrenaline is er een, die kun je associëren met bijvoorbeeld boosheid en stress. Serotonine, maar vooral ook dopamine, die hebben weer te maken met die positieve gevoelens. Of met name ook het gelukstofje, hè, is dopamine. En nou, de ziekte van Parkinson, daar is te weinig dopamine. En dat kan dan ook weer verklaren dat je wat makkelijker, hè, zoals Geert eerder al zei, dat je wat makkelijker naar die negatieve emoties neigt. Dus dat het wat moeilijker is om blijer te zijn, moeilijker is om het genot op te zoeken. En dus wel wat gemakkelijker geneigd bent om het wat in het donkere stuk te blijven zitten. Maar als ik dan dat plaatje samenvat, of wat jij ook vertelt, dan is dus enerzijds worden emoties misschien wel minder goed gecontroleerd in die grote hersenen. En anderzijds, doordat er minder stofjes zijn, minder dopamine vooral, maar andere stofjes, verlopen de normale emoties ook anders. Dus ze verlopen anders en ze worden anders gecontroleerd. Begrijp ik dat goed? Ja, het is natuurlijk heel complex. Hè? Ik denk dat we niet eens weten hoe het allemaal precies werkt. We weten alleen inmiddels, en het kunnen misschien nog wel meer gebieden zijn, maar dat er dus diverse gebieden bij betrokken zijn. En dat limbisch systeem, dat is evolutionair wat ouder, zou je kunnen zeggen. Je, hè, dieren, emoties en geheugen zit daar, leren zit daar, seksueel gedrag zit daar. Maar mensen eigen zijn natuurlijk vooral die grote hersenen. Dat is met name dat controlestuk. Dus het zijn verschillende aspecten. Het controleren bepaalt of het te veel of te weinig is. Maar door te weinig dopamine neigen we al wat meer naar die negatieve kant. Ja, maar het is dus wel echt eigenlijk feitelijk heel logisch dat mensen die Parkinson hebben, waar er probleem onder andere zit in de dopamine, dat er ook iets gebeurt met emoties. Dat is eigenlijk fysiologisch dus ook heel, heel logisch. Hè? En soms begint het de ziekte daar ook mee. Hè? We zien toch nog wel eens vaker dat mensen zich presenteren met klachten van somberheid of spanning en angst, stressgevoeligheid. En dan zijn die motorische symptomen nog niet zo zichtbaar. En dan, naarmate dat dan dat die wel verschijnen, dan blijkt opeens, hé, maar dat was dus die Parkinson. Ja. Dus mensen komen soms in de geestelijke gezondheidszorg terecht met die eerste emotionele klacht. En later blijkt het dan door de ziekte van Parkinson te komen. Ja, ja. En Bas stipt heel eventjes net aan het verschil tussen de ziekte van Parkinson en de verschillende vormen van atypische Parkinsonisme. Kan jij daar nog iets over vertellen? Hoe zit dat met hij schetst net dat mensen, dat het soms wat meer uitgesproken is bij de atypische Parkinsonisme. Ja, wat ik denk dat vooral ook dat controleren van de emoties is. En dat wel, ja, wat ik weet dan ook van het verschil is dat er bij de atypische Parkinsonisme toch wat vaker in het begin van de ziekte ook al cognitieve stoornissen kunnen zijn. Kan ik me zo voorstellen dat die controle op de emoties dan ook minder is. En dat het dus wat uitgesproken, dat die emotionele labiliteit wat meer uitgesproken ja. is. Ja. Maar duidelijk is dat het zowel bij de atypische vormen van Parkinsonisme als bij de ziekte van Parkinson duidelijk het ziekteproces invloed heeft op de emoties. Geert, wat herken jij hiervan als het gaat over emoties? Ik herken het inderdaad allemaal. Want van nature ben ik positief ingesteld en oplossingsgericht. En ik merk dat het wat meer moeite kost om positief te blijven. Dus het is gelukkig niet weg. Want het kost wel wat meer moeite. Hè. Je hebt gekauwen dat je toch een beetje de donkere kant pakt. Wat ik van mezelf van vroeger uit nooit herken. En de oplossingsgerichtheid, ja, vroeger één probleem en 50 oplossingen in een minuut. En dat duurt nou 3 dagen voordat je 1 nieuwe alternatief bedacht hebt.
Dus het geeft ook aan hoe traag je geest is. Je creativiteit is snel weg. Ook het complex denken, dat is duidelijk minder. Ja. Dus dat raakt je. En dat het al raakte, dat merkte ik al voordat ik de diagnose had. In mijn werk moest ik inderdaad veel met mensen praten en ook heel veel problemen bespreken. En mensen met problemen helpen. En dan af en toe zat ik er gewoon zelf bij te huilen, wat ik ook niet herkende. Wel dat je emotioneel geraakt bent, dat vind ik heel menselijk. Maar dat je gewoon mee aan het huilen bent en denk van ja, dat kan niet meer, dat helpt ook niet meer. Nou zeker, jij vertelde in het voorgesprek, ja. Dat wist ik nog niet eens van jou, maar dat jij 46 jaar lang geloof ik bij de politie hebt gewerkt. Ja, ja. Dat is ook nog een cultuur waar het ook niet eens zo heel normaal is om emoties te laten zien. Nee, dus ik kan me ook voorstellen met. Dat je echt denkt, wow, wat, ja. Dat je dat ook niet zo herkende van jezelf. Nee, ik herken dus wel om mee te leven, want het voelt altijd wel, hè, want ja, dat zit in de geaardheid. Maar dat je op een gegeven moment mee aan het huilen bent. Dat is ja, natuurlijk wel heel apart. Dat is, ik zeg al, dat helpt niet. En enkele keer mag het wel, als het erg triest is, maar het helpt uiteraard niet, het tegenovergesteld zelfs. Nee. Dus dan merk je gewoon van jongens, dit gaat niet goed, er is iets fout. Vandaar dat ik ook op het laatst aangaf dat ik moet een aantal werkzaamheden niet meer kan doen. Ja, want dat is dan jouw eerste stap geweest. Want mijn volgende vraag was van hoe ga je daarmee om? Dus in eerste instantie heb je op je werk dat aangegeven. Ja. Als je kijkt naar nu, je bent nu een aantal jaar verder. Ja. Hoe ga jij om met het feit dat je weet dat je sneller geraakt bent? Of dat je sneller stress ervaart? Of dat is toch moeilijk. Want ik merk dat het nog steeds moeilijk is om daarmee te leren omgaan. Want ik ben toch sneller gestrest. Sneller heb je wat donkere gedachten. En ik heb snel nog iets van, ja, eventjes gauw snel reageren. En gelukkig heb ik dan toch mijn partner, mijn vrouw, die aangeeft van, nou, misschien moet je even een keer een nacht over slapen. Dat helpt inderdaad wel, hè. Dus dat je niet te snel reageert. En mijn emoties, ja, ik vertel het gewoon heel gauw tegen de mensen. Toen ik het ook wist, ik vertelde het eigenlijk tegen iedereen die het maar althans wilde weten, hè, want dat is heel belangrijk. Als mensen vragen van hoe gaat het, dan vertel ik het ook meteen. Als ze dan doorvragen, dan weet je, dan kun je ook iets meer vertellen. En een van de dingen die ik meteen vertel als ze doorvragen, van god, wat betekent dat dan? Wat houdt dat dan in voor die ziekte? Want ik zie nog niks aan jou. Dan zeg ik, nou, ik ben vooral dus bijvoorbeeld snel emotioneel en het denken is minder. Want de buitenkant kunnen ze wel zien, maar de binnenkant niet. Ja. Dus dat vertel ik ook meteen, dat aan de binnenkant veel doet. Ja. Ja, ik kijk even naar jou, Beb. Geert vertelt dan van, nou, het is een van de eerste dingen die ik vertel, hè, als het gaat over Parkinson. Hoe ervaar jij dat en jij en Hans, als jullie vertellen over Parkinson? Nou, in het begin dus niet wat Geert vertelt, dat er meteen wordt gepraat over de emoties. Er viel wel veel op zijn plek toen de diagnose werd gesteld. Dus ik kreeg achteraf ook wel een soort van familie te horen van... Ja, Hans was anders. Ja, ik merkte dat ook. Hè. Dus hij beleefde toch avonden, gezellige avonden anders. Hij was wat meer in zichzelf gekeerd, wat niet bij hem hoorde en nog niet hoort. Hij uitte zich gewoon minder, hè, zijn emoties. Maar toen wisten we dus nog niet wat dat was. Later denk je, kijk, dat was dus al het begin. Maar vanaf die diagnose, wat ik straks al zei, zat hij heel lang in die ontkenningsfase. Dus zeker niet om meteen iedereen te vertellen. Sowieso al niet dat hij Parkinson had, ook op zijn werk niet. Dat vertelde hij niet. En hebben we het vaker over gehad, tot hij dat op een gegeven moment wel eens moeten gaan doen. Dan kom je niet onderuit, want iedereen gaat het toch merken. En gaat natuurlijk achter zijn rug om vragen stellen. Dus dat maakt het alleen maar moeilijker. Maar... dat hij daar, ik denk dat hij zich eerder zijn emoties nog gewoon binnen heeft gehouden. Echt binnen en niet uit heeft gesproken. Nee. Dus, er zijn wel twee lastige dingen die bij Parkinson horen. Eén is dat je, tenminste ik merk dat ook bij mezelf, als ik mezelf in de spiegel kijk. Of ik kijk naar mensen die net zo lang Parkinson hebben als ik. Je ziet het aan het gezicht, hè. Ja. Je krijgt ook een masker gelaat, zodat je expressie is weg. Hè? Dus je kunt niet meer tonen wat je voelt. Ja, dus dat klopt. Aan de binnenkant voel je heel veel, maar... Ja, en dat was ook heel duidelijk aanwezig. Ja. Maar of Hans dat echt niet heeft gezien of niet heeft willen zien, ja, dat was toen nog die periode, dat werd niet uitgesproken. Wat ik zo vervelend vind om te horen is dat Hans er niet over sprak, want dan heb je eigenlijk twee problemen. Ja, maar dat was dus echt in het begin. Oh, okay. Tot de fase dat het dus wel is. En toen kwam je ook in een heel andere modus, want...
Hij is steeds blijven vechten, hij grijpt alles aan, maar hij spreekt het nu ook overal uit. Ja. Tenminste bij de mensen waar het goed voelt. Hij verkoopt ook wel ooit nog gewoon van nou het gaat goed. En dat blijft ook een beetje zitten van nou ik ben Hans en ik wil, dat zegt hij steeds, ik ben gewoon Hans. Ik wil niet steeds over mijn ziekte praten. Ik wil ook niet dat iedereen bij me komt en zegt en hoe is het nou? Hij zegt wel eens ooit tegen mensen, ja, hij vraagt steeds hoe is het nou? Ik vraag het ook niet elke keer aan jou hoe is het? Dus hij wil daar gewoon in mee. Maar bij sommige mensen, daar geeft u wel aan, daar heeft u behoefte aan, daar voelt het goed en daar uit u zich wel. Ja. Maar naar de buitenwereld, wat betreft de Parkinson, hoe hij alles beleeft en hoe hij daarin kan helpen, ja, daar heeft hij altijd heel veel aan gedaan, dat doet hij nog. Dus dat is nu de andere kant. Hij wil juist laten zien wat het doet en wat Parkinson doet, maar ook wat de hulp kan zijn en dat je die moet benutten, maar ook dat je positief moet blijven en dat je dus wat het allemaal met je kan doen. En dat is nu de andere kant van Hans, want hij is ontzettend positief en heel optimistisch. Ja. Daar heb ik heel veel respect voor. Ja. Het is ook een kracht, hè? Dat is een kracht. Ja. Dat kan ook niet iedereen, maar het is wel ook heel, heel belangrijk. En hij uit zijn emoties nu wel, maar lang niet bij iedereen. Nee. En daar verschillen we ook allemaal als mens in. Ja. Hè? Dus dat is natuurlijk ook heel... Maar Hans is nooit, dat heb ik ook al vaker uitgesproken, hij is nooit... depressief of agressief. Nee, dus dat past helemaal niet bij hem. Ik sta er ooit van te kijken dat hij nooit een keer uitvliegt. Ook naar de kinderen toe of ook naar mij toe. Echt alle respect. Het enige wat hij af en toe deed was wel eens van... met de tremor van die stomme poot, zei hij dan. Hè. Dan was hij... Ja, of hij ging ooit wandelen. Zei, ik ga een stukje wandelen. Dat is natuurlijk ook zijn emoties daarvoor werken. Maar nooit... Nee, maar dat geeft ook wel aan dat Parkinson dan ook weer voor iedereen verschillend is. Hè? Wat we net schetsen, dat plaatje wat je ziet. Over grote groepen kun je zeggen dat mensen misschien last krijgen met stemming. Maar dat geldt dus zeker niet voor iedereen. Ik wil nog één stapje terug, Geert, want jij benoemde net heel mooi dat maskergelaat. Hè? Of eigenlijk dat je gezicht minder emoties laat zien. Loop je er wel eens tegenaan dat jou dat in de weg zit? Nee, niet in de weg. Maar ik merk het zelf als ik bij wijze van spreken iets grappigs bedoel. Dat mensen toch even moeten schakelen van, bedoelt hij het nou serieus? Of en dan denk ik zelf, ik moet het wel anders vertellen. Want ze zien het niet aan mij dat ik het komisch bedoel. Dat ik het grappig bedoel, ja. Dus op dat soort manieren merk je dat inderdaad. Ja, herken je dat, Annelien? Dat mensen inderdaad soms het verwijt krijgen van, wat ben je nors of ben je boos, terwijl dat helemaal niet zo is. Ja, dus dat de emoties in elk geval niet te zien zijn voor de buitenwereld. Dus je moet er al wel extra moeite voor doen om je emotie met anderen te delen. Ja. Hè, dat is bij ons is misschien snel te zien, maar je zult het meer moeten uitleggen. Ja, dat is wel belangrijk voor mensen om te realiseren. Dat je dus inderdaad er eigenlijk wat harder voor moet ook juist. Ik denk dat Annelien dat ook wel kan beamen, dat Hans dat ook heel veel doet juist. Hè? Oh, juist die vrolijkheid en die spontaniteit. Ja. Wil blijven uiten. Ja. Maar dat kost je energie, hè? Ja, dat kost energie. Want ik kijk af en toe in de spiegel, dat doe ik dan heel af en toe niet bewust. Maar als je toevallig toch daar bent, dan denk ik, ik kijk zo streng. Ja. Dan denk ik, maar zo voelt het niet. Nee, maar zo kijk ik wel. Ja. Nee. Ja. Maar die informatie is natuurlijk dus ook heel belangrijk naar andere mensen, om dat ook te geven. Dat dat dus niet de weerspiegeling van je emotie is. Wat wij normaal gesproken, hoe wij geleerd hebben om elkaar te lezen. Ja. Dat lezen niet meer helemaal... Dat lijkt me voor een ander heel lastig. En het voelt ook inderdaad van, ik moet het vertellen, want anders als ik het niet vertel, zien kunnen ze het niet meer. Ja. Dat, maar het is goed om je daar bewust van te zijn. Dat beïnvloedt ook je communicatie dus eigenlijk. Ja. Als je niet doorhebt dat de ander verdrietig of wat dan ook is, kun je er ook geen rekening mee houden. Nee. Hè? Ja. Dus we zien ook wel eens dat bij Parkinson, dat het herkennen van de emoties, en dat is dan weer meer dat cognitieve deel van het brein, dat het wat lastiger kan worden, dus dat het... moeilijker zou kunnen zijn voor u om dan te zien bij die ander, is hij nou verdrietig of wat dan ook. Ja. En nou zijn die basisemoties vaak nog wel goed te herkennen, maar meer die nuances, de gemengde emoties van afschuw of schaamte, dat je dat wat minder in de gaten hebt. En dan kun je dat in het contact wel voelen. Hè, daar wordt dan niet op gereageerd. Hè. Misschien dat een partner ook herkent van, emoties die bij jezelf zitten als partner, dat... zeg maar de persoon met Parkinson dat niet meer zo in de gaten heeft. Ja. Dus dan ook daar moet je dus weer bewust gaan benoemen, hè, wat het met je doet. Ja, en of misschien niet zo in de gaten heeft, maar ook niet in de gaten heeft dat hij die niet uit.
Hè? Of dat hij zich op een andere manier uit dan dat je hem eigenlijk kent. Hè? Door altijd blij en spontaan over te komen. Maar hij was ook gevoeliger, hij is ook emotioneler. Hij huilt ook sneller wanneer er iets verdrietigs is of juist iets heel blijs. Dan zitten we tv te kijken en dan wint Nederland. En ja, hij heeft nooit iets met het voetbal of het sporten zo sterk gehad. En zegt hij, ik zit er nou gewoon mee te huilen. Of als iemand een hele goede prestatie levert. Ja, dat ken ik helemaal niet terug van Hans. Maar van de andere kant, ook misschien wel ooit op mij, vond ik dan iets, een hele assertieve reactie die ik niet van hem terug kende. Hè? Dat ik denk van, dit is ook niet Hans, zo reageert hij anders niet. Nee, dus emoties veranderen duidelijk. Ja. Hè? Dat is wat je eigenlijk ook schetst. Annelien, jij werkt natuurlijk als neuropsycholoog en begeleidt ook mensen. Wat kun jij betekenen als het gaat over emoties? Nou ja, emoties, dat is eigenlijk een soort toestandsbeeld. Hè. Je bent op dat moment, in een situatie gebeurt er iets met je. Nou, op zich denk ik dat we dit ook allemaal wel een beetje mogen normaliseren. Hè. Dat je wat sneller geraakt bent. Het is natuurlijk vervelend als je daar last van hebt. Wat belangrijker is, tenminste dat vind ik dan voor de rol van de psycholoog, als emoties natuurlijk vaak terugkomen, hè, dat vaak die donkere kant naar voren komt. De verdrietige kant, of misschien de boze kant, of die spanning, dan zou je kunnen zeggen, dan gaat dat de stemming heel erg beïnvloeden. En je zou kunnen zeggen, de emotie is meer het weer, de stemming is meer het klimaat. Maar als dat dan zo structureel wordt, dan vind ik dat de psycholoog wel mee gaat kijken van, god, hoe zit dat dan precies? Hè? Bas noemde het ook al even, van dat soms de verklaring in het ziektebeeld zit, met dat mensen ook door de medicatie, dat weer wat gereguleerd kan worden. Hè? Dus dan met de middelen die dan gegeven worden, dat de emoties ook weer kunnen veranderen. Dat angsten minder worden, spanning minder wordt, stress minder wordt. Niet altijd het geval. Dus ik probeer in eerste instantie altijd goed samen uit te zoeken van wat speelt er precies. Wanneer zijn die emoties er vooral? Heeft het soms later in de ziekte te maken met de fluctuaties die er kunnen zijn in de medicatie? Is het vaak op bepaalde momenten? Nou, dat is wel goed wat je aanstipt inderdaad. Want we zijn ons natuurlijk wel best wel bewust dat motorisch gezien het heel erg kan wisselen door de dag. Ja. Maar dat geldt ook voor de emoties. Ik laat mensen wel eens bijhouden hoe dat gaat. En dan zien we dezelfde meerwaldkaart met kleurtjes voor de emoties. En soms zie je dat gelijk meegaat in die motorische wisselingen. En dan is het voor mij ook altijd wel belangrijk om met een neuroloog te overleggen, om te kijken of dat we iets in die medicatie kunnen betekenen. Maar vaak ook uitleg geven is denk ik wel wat we voornamelijk doen. Hè. Psycho-educatie heet dat dan. Want zo kennen jullie elkaar ook. Hè? Dat hebben we nog niet zo duidelijk uitgesproken. Maar want Beb, kun jij eens vertellen? Op een gegeven moment kwam er een moment dat jij of jullie begeleiding zocht en toen zijn jullie bij Annelien terechtgekomen? Dat heeft heel lang geduurd, want dat is pas vanaf dat Hans zijn deep brain stimulator heeft. Hè? Dus vanaf zijn DBS, dat is nu 7 jaar. Daarvoor hebben we eigenlijk nooit iets in die zin gezocht. Het werd wel eens ooit aangekaart, maar zowel Hans en ik zaten allebei een beetje nog in die modus van nee, dat hoeft niet, dat lukt ons wel. En dat is ook heel lang gelukt. Dat ging wel met ups en downs. En het was af en toe moeilijk, want ik ben van mening, of wij zijn samen van mening, dat je het open moet houden, dat je je gesprek, dat je goed met elkaar moet blijven praten, zodat je op eenzelfde lijn blijft zitten. En in het begin lukte dat bij mij dus ook niet, omdat ik steeds vond wat ik al eerder zei, van nou, Hans is ziek en... dan red je het op een gegeven moment niet meer. Hè? Dan wil je je kinderen daar niet mee belasten. En je vindt dat je zelf geen recht van spreken hebt ten opzichte van je zieke partner. Dus dan escaleert het op een gegeven moment. Dus die emmer die loopt vol en die loopt helemaal over. En dat ging zo'n beetje op en af. Toen kwam die DBS. Toen kwamen we ook in contact met Annelien. Dus eigenlijk pas toen. Ja, want de DBS-operatie was in Maastricht. Want wij gingen in Nijmegen bij Bas. En toen moest dat dus in Maastricht. En dus Hans had al gesprekken gehad met Annelien vooraf en tijdens de operatie ook en daarna ook. En daarna was het eigenlijk gewoon even helemaal af. Dus je hebt, Hans heeft die DBS ondergaan en dan ben je thuis en dan is het helemaal afgelopen. Dus dan valt die neuropsychologie viel bij ons helemaal weg.
En we hebben er heel hard aan gewerkt, maar het lukte ons samen niet meer. Dus op een gegeven moment was het echt een schreeuw om hulp. Dat hebben we ook gezegd. Toen zijn we dus bij Annelien nog meer terechtgekomen, ook samen. En ik ook alleen, af en toe. Dus Annelien zei van, nou, als je zelf een keer wil komen, dan ben je ook altijd welkom. En dat is heel belangrijk voor ons geweest, want je komt bij iemand, zo hebben wij het ervaren, en met name ik, die kennis heeft van het brein, kennis heeft van wat Parkinson met het brein doet, ja. Maar ook wat de DBS die Hans dus heeft met het brein doet, plus de medicatie. En nou, er was erkenning en Annelien die stelde vragen of die zei iets waar je op dat moment samen over moest denken. En maar die hield ook af en toe de spiegel voor, want ik dacht ook van, ik moet Hans goed bezighouden, hè, want bij de Parkinson verlies je steeds veel. Dus ik ben ook als partner wel, ik moet ervoor zorgen dat die dingen blijven behouden, met wandelen bijvoorbeeld. En, dus Annelien was ook degene die zei van, nou, je bedoelt het allemaal heel goed, ja, maar jij legt jouw lat hoog, maar indirect ook die van Hans. Ja, dus die begeleiding heeft jou wel echt ook handvatten gegeven om... Ja, het was wel heel moeilijk, want je denkt dat je het heel goed doet. Maar het is wel goed dat je dat dan krijgt. Ja, mooi. Ik kan me wel voorstellen dat de stap naar een psycholoog is voor sommige mensen denk ik best wel groot. Hè? Jij noemde net ook al, ik kijk ook altijd een beetje hoe ik het kan normaliseren. Mm-hmm. Hebben jullie handreikingen of tips voor mensen die zeggen van, nou, ik loop daar nou wel eens tegenaan, maar een psycholoog vind ik best wel een lastige stap. Geert of Annelien, hebben jullie laagdrempelige handvatten? Ja, ik heb dat in ieder geval tips? Wel. Ik ben heel blij met de zorgcirkel die er omheen is, hè, om jou als Parkinson-patiënt. En in die zorgcirkel zit ook in mijn geval ook een psycholoog. En die heb ik ook redelijk snel in het begin geconsulteerd en ook af en toe om even te kijken van, god, hoe zit ik erin? Hoe zitten we erin, mijn partner en ik? En wat kunnen we nog voor tips en trucs gebruiken? Ja. Er zijn geen langdurige sessies, hè, van 10 keer of zo, maar gewoon 1-2 gesprekken. Wanneer je kijkt van, oh god, dat gaat goed, of ik moet eventjes hier of daar aan denken. Dat vind ik op zich heel prettig. En een van de dingen die zij wel aangaf dat het heel fijn was om meteen vanaf het begin openheid te geven. Mm-hmm. Dat maakt het in ieder geval makkelijk. Ja, dat is eigenlijk wat jij ook net zei, naar elkaar toe open zijn en naar je omgeving. Naar je gezin, familie, je omgeving. Ja. Ook naar alle disciplines die met de Parkinson te maken hebben. Gewoon open zijn en zeggen hoe het is. Ja. Je ook niet schromen. Nee. Want wat ik begrijp is dat dat een bezoek bij een psycholoog, dus bij Geert, al veel eerder is geweest dan dat het bij ons eigenlijk om de hoek kwam kijken. Ja, en ik denk dat dat een heel belangrijk item is, dat mensen zich daar niet voor hoeven te schamen. Het helpt echt. Ja. Ja. En als er nou geen psycholoog in de buurt is, of heb je andere tips? Nou, maak het bespreekbaar, zeggen jullie al. Ik denk dat dat fijn is wat Geert ook zegt, dat nu die zorg ook steeds, hè, ook via het Parkinson-net, multidisciplinair ingericht wordt, dat ook in die regio's natuurlijk gekeken wordt. We proberen natuurlijk steeds meer psychologen, maatschappelijk werkenden ook op te leiden. En inderdaad ook hopelijk meer in de eerste lijn, omdat het natuurlijk zo belangrijk is. Je wil eigenlijk korte lijntjes, lage drempels. En het is goed, denk ik, om eigenlijk al vroeg in het proces de psycholoog of de maatschappelijk werkende te introduceren als een van de leden van het team. Dan is dat niet zo beladen. Ja. Mm. Maak gewoon eens kennis. Dat helpt heel erg. Ja. Dus. Ja. En als het goed voelt, hè, dan gaat zo'n gesprek ook goed. Ja. Dan valt ook alles weg. Valt het wel mee bij de psycholoog? Dan voelt het helemaal niet zo. Want dat is ook heel belangrijk, dat het goed voelt, goed knut. Nou ja, zeker met deze interventies, hè, waarin je toch veel van jezelf moet laten zien. Ja. Annelien, nog een klein bruggetje. Misschien afgelopen september, dat is het nog steeds, hebben we ook met het jaarlijkse fietsevenement Bike for Parkinson, fietsen we elk jaar om geld op te halen voor een speciaal project. Dit jaar gaat dat ook over partner in balans? Kan jij heel kort daar iets over vertellen? Er is dit jaar gefietst, speciaal voor de naasten van mensen met de ziekte van Parkinson. En in het bijzonder partner in balans, en dat is een zelfmanagement programma. En dat is gemaakt eigenlijk voor naasten, partners, kunnen kinderen zijn, het kunnen andere betrokkenen zijn die te maken hebben met iemand met de ziekte van Parkinson. We hebben het ook voor dementie, we maken het nu ook voor de ziekte van Huntington. Maar het gaat erom dat je eigenlijk een naaste inzicht gaat geven in eigen drempels, inzicht in jezelf, van hoe ga je nou met zaken om, hè?
wat ook al even genoemd werd, van leg je de lat soms niet te hoog voor de ander, maar leg je hem ook niet te hoog voor jezelf. Hè, bewaak de balans in activiteiten. Wat helpt nou? Hè, hoe ga je om met veranderingen? Ja, daar ben je verdrietig van. Van. Hoe reageer je op dingen? Hoe helpt het jou om positiever met dingen om te gaan? En dat kan allemaal in dat programma. Dat is een online programma. Dat doe je zelf, thuis, met een coach. Daar zitten verschillende modules in, waar die thema's die ik net noemde in voorkomen. En een partner kan dat doorlopen. Ja, oké. Okay. En de coach die is digitaal aanwezig, die reageert op de stappen die je daar ook in probeert te maken. En voor de goede orde, dat gaan jullie nu ontwikkelen voor Parkinson. Ja. Dus het is nog niet beschikbaar, maar het komt... Ja, er is al een versie beschikbaar, maar we zijn hem... Dat is echt nog een hele basale versie. Maar ja. We willen hem uitbreiden, vooral ook voor de jongeren. Mensen met de ziekte van Parkinson, waar thema's in terugkomen. Ook als DBS, het jonge gezin, werken. Hè, ja. Partners die werken, hoe doe je dat? Ja. Hoe verdeel je dat met de zorg? Dus dat zijn dat gaan we doen. Nou, mooi als we het hebben over laagdrempelige interventies. Dan kan het gewoon thuis, dus niet naar de psycholoog. Nee, dat is mooi, dat is mooi. Ja. En ik hoop ook dat dit gesprek daartoe bijdraagt dat je ook... Nou, jullie zeiden het allebei al, hè? Dat het in ieder geval ook bespreekbaar is. Ik heb nog één vraag die ik nog even voor wil leggen, die Thierry heeft gesteld. Hoe ga je als niet-Parkinson-persoon het beste om als je geconfronteerd wordt met die andere emoties? Dus het is een naaste. Mij lijkt inderdaad ook gewoon door open en eerlijk te zijn, om aan te geven wat je doet. Ja, dus ook als naaste, dan in dit geval tegen jou open te zijn over, hey, ik zie iets bij jou. Ja. Ja, bespreekbaar houden. En daarom zeg ik al, het is soms best wel moeilijk. En soms is het moment, komt het ook niet uit. Hè? En dan denk ik van, dan doe ik het een andere keer. En ooit komt het ook gewoon helemaal niet uit. Maar bespreken het. Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want bespreekbaar maken klinkt zo knetter eenvoudig. Ja. Maar eigenlijk wat jij zegt, ja, het komt eigenlijk nooit uit. Maar het niet bespreken is ook eigenlijk geen optie. Nee, precies. Want ik heb ook reacties gekregen van Hans. Dan zeiden van, oh, je maakt het veel erger dan dat het is. En jij denkt het allemaal. Oh, daar komt ze weer. Ja, dus dan dacht ik, ja, goed, dan nou maar even niet. En weer een andere keer geprobeerd. Maar ik ben wel van mening, en dat heb ik ook heel vaak met Annelien besproken, of wij samen. Ja, hou het bespreekbaar, hoe moeilijk ook, praat erover. En dan komt het gesprek bijvoorbeeld 2 uur later of een dag later nog een keertje terug. Of dan zei ik weer iets, of dan zei Hans, oh, ik heb er nog eens over nagedacht. Je hebt er wel gelijk in. Of ja, het is ook moeilijk voor jou. Ja. Of wat ik al zeg, dan reageert hij op een manier die ik helemaal niet van hem ken. Ja, dat is best wel moeilijk. En het is ook niet altijd goed om daar dan meteen op te reageren. Dan kun je ook beter even slikken en even wachten. En maar er wel op terugkomen. Ja. Maar als je het niet bespreekt, ja, dan ga je een beetje uit elkaar. Dan beleef jij die wereld en hij beleeft die wereld. Ja. En dan wordt het nog moeilijker om weer bij elkaar te komen. Nou, een mooie oproep ook voor naasten, denk ik. Ja. We moeten richting een afronding. Geert, is er nog iets wat jij wil meegeven als het gaat over emotie en Parkinson? Ja, er zijn twee dingen. Eentje is inderdaad, ben alsjeblieft zelf open. Want als je zelf open bent, de omgeving spiegelt. Dus die zijn ze ook makkelijker, weten dat je makkelijk benaderbaar bent. En het tweede is wat ik inderdaad ook heel mooi vind van jou, wat jij zegt, Web. Houd alsjeblieft zoveel mogelijk positief. Ja. Je krijgt altijd toch een beetje dan links en rechts een wat donkere sluier. Maar kijk alsjeblieft naar hetgene wat je wel kunt en houd alsjeblieft bij jezelf positief. Ja, mooi. Mooie afsluiting. Ja. Hoezeer dat soms natuurlijk ook heel lastig is. Juist bij Parkinson, waar we dus ook nu geleerd hebben dat juist soms ook die sombere gedachten, al is het maar fysiologisch, meer op de loer liggen. We hebben emoties en Parkinson besproken. Wat doet het, hè, als je de diagnose krijgt voor een partner, voor iemand die zelf Parkinson heeft? En anderzijds, ja, hoe kan het nou dat Parkinson die emoties zo beïnvloedt? Vanaf morgen kunt u dit ook weer terugkijken. Dus mochten er dingen zijn waarvan u denkt, oh, dat wil ik nog eens terugkijken of aan iemand anders laten zien, dan kan dat vanaf morgen. Voor nu sluiten we af. Ik heb het gevoel dat we echt nog wel even hadden kunnen doorpraten, maar we zijn echt door de tijd heen. Op 29 oktober zijn we er weer met een nieuwe uitzending en dan praten we over Parkinson en ademhaling. En voor nu ronden we af en wens ik u nog een mooie dag. Tot de volgende keer. Hallo, mijn naam is Anouk van der Heijden en ik onderzoek de invloed van stress op Parkinson.
Stress is een belangrijke reactie van het lichaam op veranderingen in de omgeving, maar het kan ook negatieve effecten hebben. Stress lijkt een belangrijke rol te spelen bij Parkinson. In 2019 hebben we een vragenlijstonderzoek gedaan met Parkinson Next deelnemers om dit te onderzoeken. Er hebben 326 mensen met Parkinson en 52 mensen zonder Parkinson meegedaan. Dat was heel belangrijk voor ons om te zien wat mensen zelf ervaren en om te kunnen gebruiken in verder onderzoek. We hebben een paar belangrijke resultaten. Ten eerste scoorden mensen met Parkinson duidelijk hoger dan mensen zonder Parkinson op stress- en angstklachten. Ook zagen we dat mensen die meer stress ervaren gemiddeld angstiger zijn, minder zelfcompassie hebben en dat ze een lagere kwaliteit van leven ervaren. Ten tweede was bij 66% in stressvolle situaties de Parkinson-medicatie minder effectief. Alle veel voorkomende Parkinson-klachten die mensen hadden, werden ook erger als zij gestrest waren. En dit effect was het grootste voor de tremor. Mensen gebruikten verschillende manieren om stress te verminderen. 21% van de deelnemers met Parkinson deed aan mindfulness en zij merkten verbeteringen in hun Parkinson-symptomen, vooral op de tremor en depressieve klachten. Veel mensen die niet aan mindfulness deden, waren daar wel in geïnteresseerd. Wij vonden vergelijkbare resultaten bij 5000 mensen met Parkinson in Amerika. Volgend jaar gaan we deze resultaten toepassen door een grote studie te starten waarbij we het effect van mindfulness training op Parkinson-klachten, psychische klachten en hersenactiviteit gaan onderzoeken bij mensen met Parkinson.